Welkom ballonvrienden en ballonvriendinnen bij deze leuke Halloween speciaal. Vandaag maken wij een pompoen met een spookje. Wat heb je nodig voor zo'n leuke pompoen en een spookje? Uiteraard een aantal oranje ballonnen 260, een witte ballon 260, een stukje groene ballon 260, een overschotje van een witte ballon 350, een stift, een schaar en niet te vergeten een ballonpomp. Ik zou zeggen, neem je ballonnetjes erbij en laten we starten! Om te beginnen starten we met onze onderste pompoen. Hiervoor nemen we onze eerste ballon 260 oranje. En we blazen deze bijna helemaal op. Maar we laten nog een 2 tot 3 vingertjes over aan het einde. Knoop je ballon dicht. En maak je ballon goed soepel en zacht. Maak een bubbel van ongeveer een tiental vingers groot. Maak opnieuw een bubbel van een tiental vingers groot. En verbind deze twee bubbels. Ik haal de knoop er nog eventjes door, zodat alles mooi op zijn plaats zit. Opnieuw brengen we de ballon naar boven. We steken deze ballon door de andere ballon heen. We brengen de ballon opnieuw naar beneden. Opnieuw duwen we deze ballon door de andere ballon heen. Zo. En dit gaan we nog een keertje doen. De overschot kan je afknippen. Maar je kan de, maar je kan de overschot ook gewoon door je ballonnen doorhalen. En binnenin je pompoen steken. Zo blijft binnenin ook alles mooi op zijn plaats zitten. Dan nemen we nog een tweede ballon. Hier blazen we opnieuw op en we laten hierbij een 4 tot 5 vingers over aan het eind. Knoop je ballon goed dicht. Deze ballon gaan we verbinden in ons middelpunt van onze pompoen. En opnieuw brengen we een ballon naar boven. Haal het eventjes door je andere heen. En breng opnieuw de ballon naar beneden. En dit kan je dan op één keertje herhalen, zodat je echt een mooie, strakke pompoen krijgt. Ziezo. Voilà. De overschot hebben we niet meer nodig, dus die knippen we gewoon los. Nog een extra knoop erin, voor alle veiligheid. En deze breng ik ook weer in het midden van de pompoen. En dan hebben we eigenlijk al een kleine pompoen. Ziezo. Dan gaan we verder met ons spookje. Ik ga wat opzij zetten, dat ik een beetje plaats krijg. Voor ons spookje gebruiken we ons overschotje van onze witte 350 ballon. Blaas deze een beetje op. Dit moet niet heel veel zijn.
Want deze gaan we ook niet helemaal moeten gebruiken. Ziezo. Dit komt hierop te staan, want dat wordt natuurlijk ons spook. Zo, deze kant lijkt mij iets steviger te zijn. Ja, dan ga ik de ballon hierop plaatsen. Eigenlijk maak ik gewoon een heel kleine bubbel. En deze ga ik pinch twisten. En dan kan ik deze pinch twist in de ballon brengen. Zo, ja. Zodat alles mooi stevig op zijn plaats blijft staan. Ziezo. Dan hebben we eigenlijk al een beetje de vorm van ons spookje. En zelfs gaan we dan ons hoofdje nog maken. Dat wordt ongeveer zoiets. Maar dat is voor Zeppes. Eerst maken we nu ons hoedje van de pompoen. We gebruiken hiervoor een 260 oranje ballon. Deze blazen we iets meer dan de helft op en we laten opnieuw ongeveer een vijftal vingertjes over aan het einde. Maak opnieuw je ballon goed soepel en zacht. Maak een bubbel van een viertal vingertjes. Maak opnieuw een bubbel van een viertal vingertjes. Verbind deze twee bubbels. En dit gaan we dan een aantal keer herhalen. Een bubbel van een viertal vingertjes. Nog een bubbel van een viertal vingertjes. Die we dan weer verbinden. Opnieuw een bubbel van die vingers. Nog een bubbel van die vingers. Deze gaan we weer verbinden. Nog een bubbel van die vingers. Nog een bubbel van die vingers. En ook deze gaan we weer verbinden. Voor de laatste keer doen, een dubbeltje van 10 vingertjes en nog een dubbel van 10 vingertjes en op deze gaan we weer verbinden. Hiervan hebben we de overschot niet meer nodig, dus opnieuw gaan we dit los knippen. Laat dat rust eigenlijk uit. Nog een extra knoopje voor alle veiligheid. Zo, en die brengen we alles mooi op de plaats, zodat we eigenlijk een bloemensterretje krijgen. Zo. Dan nemen we het overschotje van onze groene ballon. Dit hoeft niet veel te zijn natuurlijk. Zo, dit lijkt mij voldoende. We knopen dit dicht. Zo, van de overschot kan je een deel afknippen. Zo kan je nog andere hoedjes maken. En dit plaats je dan gewoon in het midden van je hoedje. Verder met ons spookje, dus we maken onze bubbel. We maken nog een bubbeltje, een klein bubbeltje dan, wel te verstaan. En dit bubbeltje gaan we dan ook weer verbinden in onze pompoen. Een hoedje met een pompoen bedoel ik uiteraard. En de overkant hebben we niet meer nodig, dus ook dit knippen we los. Zo.
En dit kan je ook weer gaan dichtknopen. Ik laat die mee. Als je het laat genoegen. En als je niet voldoende ruimte hebt om het dicht te knopen, kan je dit gewoon aanpasseren. Rond je pompoenhoekje draaien, zodat het niet meer loskomt. Even kijken of alles ter plaatse is. Ik zie dat er één rubber is losgekomen van mijn hoekje. Maar dit is geen probleem, want dat gebruiken we dan aan de achterkant. Ziezo, dat is dat. Dan gaan we met onze witte ballon de armen maken van ons spookje. Blaas de witte ballon ongeveer de helft op. Ook deze ballon gaan we niet volledig gebruiken. Knoop hem goed dicht. Dan maken we een kleine pinch twist. Gevolgd door een kleine loop. Dit wordt het handje. Ongeveer een 6 à 7 vinger bubbel voor de arm. En dit gaan we dan herhalen. Opnieuw een 6 of 7 vinger bubbel. Een loop. En een pinch twist. Van deze ballon hebben we dus de rest ook niet meer nodig en kunnen we dus ook weer wegknippen. Knoop opnieuw goed dicht. Ziezo, deze bubbel gaan we dus in twee splitsen voor de armpjes. En die gaan we dan in onze 340 ballon verbinden. Dat wordt dan ons spookje, een armpje. Ziezo. Als alles helemaal goed is gegaan, dan heb je nu dit resultaat. En dan kan je natuurlijk gaan tekenen zoals je zelf wil. Je kan bijvoorbeeld een spookje gaan tekenen met twee zwarte oogjes, een kort neusje en een gemeen lachje. Ziezo. En voor de pompoen kan je dan gaan kiezen tussen de oogjes bijvoorbeeld. De oogjes bij een pompoen zijn meestal driehoekjes die je dan zwart kan kleuren. Hier doen we dan hetzelfde, de driehoekjes die je zwart kan kleuren. Voor de mond gebruik ik ook weer, voor de neus bedoel ik, excuseer. Voor de neus gebruik ik een driehoekje in de andere richting. En voor de mond kan je eigenlijk gaan voor een beetje kriezel. Naar gelang je eigen keuze uiteraard, hè. Ziezo, en dan heb je een leuke Halloween pompoen met een spookje. Ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel plezier. Maak er leuke spookjes en pompoenetjes van. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag, kleine griezeltjes allemaal!